Welkom bij alweer de derde aflevering van Diabetes Live. Fijn dat u met allen zo massaal kijkt vanavond. Voordat de uitzending echt begint, wil ik even een belangrijke mededeling doen. Deze uitzending bevat geen persoonlijke of medische adviezen. Dus de makers van Diabetes Live raden u aan dat als u vragen heeft naar aanleiding van deze uitzending, dat u die dan bespreekt met uw diabeteszorgverlener of een arts. In deze uitzending komen verschillende nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot diabetes aan bod. We hebben gesprekken met diverse deskundigen en met mensen met diabetes. Uiteraard kunt u thuis ook weer meedoen. U kunt rechtsonder in het scherm stemmen op de kijkersvraag. En laten we daar meteen maar mee beginnen. De eerste kijkersvraag van vanavond luidt: ik ben goed geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diabetes. Ja betekent u bent het ermee eens, dat is A. En nee, u bent het ermee oneens, dat is B. U kunt nu uw stem uitbrengen. Uiteraard kunt u zelf ook vragen stellen aan de gasten die ik vanavond bij mij aan tafel heb. En dat kunt u doen door linksonder in uw scherm uw vraag in te typen. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maar ik neem aan dat er meer binnenkomen dan dat wij in een uurtje kunnen doen. Dus Diabetesvereniging Nederland opent deze week een dossier met daarin alle vragen op de meest gestelde antwoorden van vanavond. Vanavond, mijn gasten. Wie komen er aan tafel? Allereerst straks professor dr. Bart Roep. Hij is immunoloog aan het Leids Medisch Universitair Medisch Centrum. En hij verricht wetenschappelijk onderzoek naar diabetes en dan met name de genezing daarvan. Eglantine Barends is er. Zij is diëtiste en deskundige bij Diabetesvereniging Nederland. En zij gaat in op de ontwikkelingen op het gebied van diabetes in de relatie met voeding. Dr. Henk-Jan Aanstoot is ook aanwezig vanavond. Hij is kinderarts en werkzaam bij Diabeter. En Elise Heiligers, zij is een moeder van een zoon met diabetes. En zij beiden zullen ingaan op diabetes en kinderen die naar school gaan. Goed, we maken in deze uitzending dus ruim tijd voor uw vragen. Maak er alsjeblieft gebruik van, want dan hebben we mooie interactie met elkaar. Voordat ik naar mijn allereerste gast ga, kijk ik even naar de uitslag van de allereerste stelling. En die stelling luidde: ik ben goed geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diabetes. A was eens en B was oneens. En ik ga eens even kijken wat er geantwoord is. We zien hier, nou, het scheelt niet heel erg veel. 40% was het er niet mee eens en 60% wel. Dus laten we hopen dat voor die 40% vanavond nog een antwoord komt op alle vragen. Nou, ik leg de uitslag zo direct voor aan mijn allereerste gast, dr. Bart Roep. En we hebben een hele korte break, dus blijf bij ons. Tot zo. Welkom terug en ook u welkom, dokter Bart Roep. Mag ik Bart zeggen? Ja, tuurlijk. Nou, mooi. U bent immunoloog aan het Leids Medisch Universitair Medisch Centrum. De uitslag dat 40% nog niet helemaal op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, verrast u dat? Dat verbaast me niets, want ik ben zelf nog niet eens op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Het gaat allemaal zo ontzettend hard, maar ja, ik vind de getallen wel indrukwekkend. Het valt mij juist wel mee. Nu bent u nationaal en internationaal een groot expert, hè, op het gebied van de laatste ontwikkelingen. Toch, u wordt toch als expert gezien, ook al denkt u niet alles te weten. Wat betreft de genezing van diabetes. Maar ik begon net al, u bent immunoloog. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat is een ander woord voor afweerdeskundige. Dus ik hou me bezig met de afweer. En diabetes type 1 is toevallig een probleem met de afweer, een vergissing. Dus is het logisch dat je als afweerdeskundige probeert die vergissing te ontrafelen en op basis daarvan nieuwe therapieën te bedenken. Dus het is wel goed dat je dat zegt, want in de diabeteszorg zijn heel veel verschillende specialismes. En die van mij is eigenlijk een beetje een new kid on the block, hè? Een nieuwe ontwikkeling vanwege alle ontwikkeling in dit gebied. Dus. En wat onderzoek je dan eigenlijk?
Ik kijk naar hoe het komt dat bij sommige kinderen, en ook volwassenen trouwens, de afweer een vergissing maakt. Waardoor de cellen die insuline maken kapot gaan. Maar ik wil net zo graag weten waarom de meeste andere mensen in gezinnen met diabetes niet ziek worden. Dus daar kun je misschien leren hoe je gezond kunt blijven of beter kunt worden. Dus wij willen in eerste instantie weten waardoor dat is. Dat er een hele kleine vergissing is met zulke ernstige gevolgen. Ja, nu zijn er heel veel ziektes te bedenken, hè, als je immunoloog bent. Hoe komt u dan bij diabetes terecht? Ja, dat is. Ik weet nog dat ik in mijn studietijd. Ik studeerde toen geneeskunde op het AMC in Amsterdam. En toen stelde ik de vraag aan de hoogleraar. Die 2 uur bezig was geweest met. Hoe je diabetes behandelt. Hoe ontstaat het nou? Toen keek die mij zo aan van. Maar ik heb toch net uitgelegd wat je moest doen. En toen zei ik. Ja, maar dat is symptoombestrijding. Ik wil weten hoe het ontstaat. Toen bleek dus eigenlijk dat dat niet bekend was. Dat vond ik niet te verkroppen. En toen ben ik iets meer de onderzoekkant ingegaan. En uiteindelijk ben ik. Daar helemaal in terechtgekomen, via een omweg overigens. Maar het leek wel dat ik daarvoor zeg maar in de wieg gelegd was. En nu is het mijn absolute kwestie om de ziekte op te lossen. Je bent een gedreven man, hè? We gaan dus zo nog eventjes verder, voordat u iets gaat vertellen over de ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. Ik heb nog een vraag voor de kijkers thuis. Verwacht u ooit genezen te worden van uw diabetes? Ja of nee? U kunt rechtsonder in uw scherm aanklikken. En heeft u zelf een interessante vraag voor dokter Bart Roep, dan kunt u die ook stellen. Doet u dat alstublieft en u kunt die linksonder in uw scherm intoetsen. De stelling gaat over een eventuele genezing van diabetes. Is er ondertussen in de media al het een en ander over scheen, hè? Maar is dat een juist beeld wat er geschetst is door de media, de kans op genezing? Ik maak me heel erg zorgen over het beeld dat geschetst wordt. En daar zijn ik en mijn collega's ook verantwoordelijk voor. Je wilt het natuurlijk graag vertellen hoe ver we zijn gekomen, maar we zijn er nog niet. En er is onder andere een keer onderzoek geweest dat de mensen 17 keer per jaar horen dat diabetes te genezen is. En dat blijken allemaal studies in muizen bijvoorbeeld te zijn. Dus die muizen die kunnen we nu wel genezen. Maar het blijkt heel moeilijk om dat ook voor mensen te doen. Mens is toch iets anders dan een muis? Absoluut, ja. Maar ja, leg dat maar eens uit aan je collega's zonder op hun tenen te trappen. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Maar dat gezegd hebbende, het is al bewezen dat je type 1 diabetes kunt genezen. Alleen de prijs is veel te hoog. Dus wat is de prijs dan? Nou, de risico's dat je door de therapie zelf ernstig letsel zal krijgen is te groot. En het middel is schadelijker dan de kwaal momenteel? Feitelijk wel, in de meeste gevallen. Zelfs bij eilandjestransplantatie, wat voor veel mensen bekend is. Hè, dat je met nieuwe eilandjes weer insuline gaat maken. Dat heeft toch heel veel bijwerkingen die je niet mag onderschatten. Maar dat doen we natuurlijk wel heel graag. Hè. We willen het liefst natuurlijk al die bijwerkingen onder het kleed vegen. Want je wil eigenlijk van het spuiten af. Maar op dit moment kun je dus zeggen, het is te genezen. Die bewijzen zijn er. Ik heb ook patiënten in mijn studies gehad die genezen zijn en niet meer spuiten. Maar het is een hele kleine groep en je wil het voor veel meer mensen aanbieden. Ja. Plus, de bijwerkingen moet je niet onderschatten. Die zijn echt stevig. Ja, die zijn groot. Maar goed, wat betekent het nu bijvoorbeeld op korte termijn? Wat betreft mijn verwachtingen? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat mensen. De meeste patiënten denken dat zal zijn met stamceltherapie of met een van die fancy nieuwe ontwikkelingen waar wij mee bezig zijn, experimentele therapie. Maar ik verwacht eerlijk gezegd, wat ik altijd het laagst hangende fruit noem, dat technische ontwikkelingen, zoals de closed loop, zoals dat heet. Ja. Dus een pompje gekoppeld aan een sensor. Dus de sensor meet hoeveel insuline ze nodig. En dat pompje doet dat gewoon in opdracht van die sensor. Dus daar hoef je dan veel minder bij op te letten. Dat iets is wat het dichtste bij de patiënten is. En ik had daar eigenlijk niet zoveel verwachtingen van. Maar zo zie je maar weer, dan word je ingehaald door de ontwikkeling. En dat is nu veel dichterbij. Eigenlijk. Ja, echt schitterend. Ja. Dat geeft ons ook iets meer tijd om zorgvuldig te gaan werken aan echte genezing. Want ook een closed loop, zo'n pompje, is symptoombestrijding. Dan heb je nog niet iets aan de oorzaak van de ziekte gedaan. Nou, dat gaat u doen, hè, nu. Dus daar bent u in ieder geval mee bezig. Ja. Wat is op lange termijn uw verwachting en over welke termijn hebben we het dan eigenlijk? De termijnen is de moeilijkste vraag die je iemand kunt.